De vraag is of Omale zeker weten naar de hemel gaat. Dat is de eerste vraag die we mensen stellen. Omale denkt het niet? Oké. En de tweede vraag: waarom zou God Omale in de hemel moeten laten? Gelooft Omale dat niet? Oké. En stel je voor dat het nou er wel. Dus gewoon het woord gelooft Omale wel, wat er allemaal in de Bijbel staat en zo. Ja, oké. Maar stel je voor dat er nou wel een hemel is. Waarom zou God Omale daar wel in moeten laten? Wil Omale weten waarom God dat wel zou moeten doen? Want dat is eigenlijk zeg maar wat ik deel met mensen. En dat is dat God naar de aarde is gekomen. En hij heeft zichzelf gemanifesteerd in het vlees. En zijn naam, de naam boven alle namen, is Jesus. Dat is zijn hemelse naam. En hij ging naar zijn eigen mensen toe, de Joden. En ze hebben hem niet ontvangen. En ze zeiden: kruisig hem, ook al was hij onschuldig. En die Joden waren schuldig. En wij zijn allemaal schuldig. We hebben allemaal wel een keer gezondigd, gelogen, slechte dingen gedaan. Maar hij niet. Jezus niet. En hij is gekruisigd aan het kruis. En toen is hij gestorven. En hij heeft betaald voor alle zonden van de hele wereld. In het verleden, de zonden die we nog gaan doen, misschien morgen of overmorgen. Hij is voor alle zonden gestorven. Maakt niet uit waar je vandaan komt, of je Nederlands bent of Engels. En toen is hij begraven. En op de derde dag is hij opgestaan. En hij is levend gezien door meer dan 500 mensen. En door dat te geloven. Daarom zou God Omale in de hemel moeten laten. Het is niet door ons eigen werk of omdat wij goede personen zijn of we doen ons best. Het is allemaal door ons geloof en ons geloof alleen. En dat is de reden, want heel veel mensen geloven dus in hun eigen werk. Van hé, wij zijn goede mensen of wij gaan naar de kerk en we zitten vooraan en wij helpen elkaar. Maar dat is niet de reden. En als ik een vers kan quoten, dat is van Gods woord. Het is wel in het Engels, maar ik ga een beetje helpen vertalen. Er staat: For God so loved the world. God had de wereld zo lief. That he gave his only begotten son. Dat hij zijn enige geboren zoon. That whosoever believeth in him. Dat wie dan ook, of je nou Nederlands bent of Engels, Spaans, linkerflankpolitiek of rechterflank, wie dan ook, whosoever, believeth in hem gelooft, should not perish, zal niet vergaan, but have everlasting life, maar zal eeuwig leven hebben. Gewoon door te geloven. En dat is wat ik met mensen deel, gewoon van weet je wel wat God voor jou heeft gedaan? Hij heeft zijn zoon gestuurd om voor jou te sterven voor al jouw zonden. En hij is opgestaan op de derde dag. En als je dat gelooft, dan ga je voor eeuwig ben je bij God. Het is niet door je werken, want hij heeft al voor alle zonden betaald. Heeft oma Ale dat ooit gehoord, dat het zo simpel is? Heeft Omale dat ooit gehoord van iemand? Dan is vandaag de goede dag. Want gewoon door te geloven dus, kunnen we naar de hemel gaan.
Het is genade namelijk. Het is niet onze werken. Gelooft allemaal dat? Sorry? Ja, klopt. Er staat dat dit leven maar een briesje is. Nou, dat staat er niet, maar het is eeuwig leven. Dus over 1 miljoen jaar leef ik nog. En bovendien, ik zal nooit sterven. Mijn lichaam gaat naar de grond, maar er staat afwezig van het lichaam is bij God. Want mijn ziel en mijn geest gaan naar God. Mijn lichaam gaat naar de grond. En dat vergaat. Daarom liggen mensen in het graf. Maar hun lichaam en hun ziel is of bij God, of in de hel. En er is geen tussenweg. Dus daarom is het zo belangrijk dat mensen dit geloven en niet in hun eigen werken, maar gewoon het evangelie geloven. Ah, oké, okay, nou. In ieder geval heel goed dat Omale wel wilde luisteren. En ik bid ook dat Omale dat gewoon gelooft. En zo zeker weten naar de hemel gaat. Maar de Bijbel zegt dat wel heel duidelijk, toch? Ook, misschien weet Omale nog wel de dief aan het kruis. Toen zei Jezus van, vandaag zal je met mij in het paradijs zijn. Dat is de hemel. We vergaan niet gewoon. Daar heeft God ons niet voor gemaakt. Om gewoon niet meer te bestaan. Ja, het beste. En als Omale nog vragen heeft over de foto's. Of het lukt niet of zo. Dan hoor ik het graag. Oké. Okay. Onchen, oi oi. Oi.